Bij mij thuis lijkt het af en toe net Puerto Rico. Ik heb twee pubers. En als ze de kans krijgen, dan draaien ze bij ons in de woonkamer op de sonos uh, van die reggaeton muziek. Keihard. En dat is van die hele nerveuze muziek met zo'n ja, soort reggae, maar dan veel sneller en zo'n heel uh, nerveuze beat eronder. Misschien ken je het wel als je ook pubers hebt. En uh, er zijn ook een aantal Nederlandse artiesten die dat, uh, die dat maken. Ik ken inmiddels uh, uh, Ronnie Flex en Lil Kleine. En die zingen dan in het Nederlands. Tenminste, het, 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 het is Nederlands, maar ik, ik, af en toe dan uh, versta ik een woord, zeg maar. Het is best wel moeilijk te verstaan. En hoor, laatst hoorde ik weer een, een nummer voorbij komen van een artiest die ik nog niet kende. En dat nummer, dat ging zo. Ik ga het niet zingen, maar even, even de woorden in het nummer. Hij zei, ik kom binnen zo van papa, hé hey, gap, ik doe die shit stap voor stap. En dat zegt hij dan 76 keer. Oké, okay. so far so good hè. En dan gaat hij verder. Hé, hey, luister, ik hoef geen Naki of Bappi. Ik ben Tjallas in die bitch van Drank en Joannet. We gaan hier, we gaan daar, we gaan Bam Bam. Want je weet, als we knallen is het tantan. -tan. Nou, ik ben helemaal lost, hè? Misschien snap jij het. Um, mijn kinderen die kunnen dat blijkbaar prima verstaan. En ik voel me natuurlijk bejaard, wat ook de bedoeling is. En die rapper die heet Kaf Verhouser. Uh, ja, die valt natuurlijk op, die heeft een video gemaakt waarin allemaal dansende bejaarden te zien zijn en, uh, en achterlijke teksten en, um, en veel bedrijven die proberen ook op te vallen, net zoals die rapper, uh, tussen hun concurrenten, uh, ook, ook vaak door binnen te komen met hoempapa. Dus met dat soort marketing door uh, heel erg schreeuwerig te zijn. En um, zelf ben ik daar niet zo van. Ik doe zelf liever een heel andere soort marketing. En uh, als je daar wat meer over wil weten en marketing waardoor we ook bijvoorbeeld op e-mails die ik uitstuur een openingspercentage hebben van tussen de 35 en de 45 procent, wat in de e-mailmarketing uh, best wel goed is. Als je daar wat meer over wilt weten, uh, meld je dan aan voor die mails. Dat kan via het linkje boven of, uh, of onder deze video. En uh, wie weet spreek ik je binnenkort. Succes.